Het bijzondere aan Anton Kruller is dat het enerzijds een heel groot ondernemer was aan het begin van de 20e eeuw, een groot man in de Rotterdamse haven, maar anderzijds ging hij ten onder aan veel te veel krediet, wat hem veel te makkelijk toevloeide, waardoor hij kon gaan gokken met een andermans geld. Anton Kruller was een groot ondernemer, groot man in de Rotterdamse haven. Exemplarisch naar mijn mening voor de overgang van Rotterdam naar transitohaven voor het Roergebied. Groot handelaar in ijzererts, leverde ijzererts aan zowel de Engelsen als de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. En hield dat ook vol. Graanhandelaar en reder. Streefde altijd naar machtsposities, zowel in de scheepvaart als in het graan, als in het ijzererts. Hij begon eigenlijk in te zien rond 1908 dat hij geen monopolie kon bereiken in het ijzererts. Wat bijvoorbeeld wel lukte in de oliehandel van zijn collega's en van kolen. In het ijzererts lukte dat niet. En hij is toen begonnen met het geld van beleggers door te sluizen naar privébezittingen, omdat hij toch de rijkdom wilde bereiken die hij voor ogen had. En gaandeweg ontaarde dat in een piramidespel. Daar is hij op vastgelopen, want in 1921, de beurs had nog een enorme golf, opgaande golf doorgemaakt direct na de Eerste Wereldoorlog. Maar in 1921 stokte dat en toen was het spel eigenlijk uit. Hij heeft het toen nog eigenlijk 10 jaar weten te rekken, want hij had een accountant ingehuurd, of eigenlijk was hij ingehuurd door de beleggers, die toch heel meegaand bleek en een overwaardering toepaste, bereid was een overwaardering toe te passen op zijn mijnbezittingen. Daardoor bleven de verliezen die eigenlijk in het bedrijf zaten nog heel lang onder tafel, maar in 1934, toen de economie natuurlijk echt helemaal instortte, toen moest hij toch met de billen bloot, zeg maar. Er is 2 jaar strafrechtelijk onderzoek gedaan door Rijksaccountants, die ook tot de conclusie kwamen dat er inderdaad grote overwaardering in de boeken van Müller en Co. zat. Maar de beroemde, toen al beroemde jurist Eduard Maurits Meijers, die heeft een kort epistel geschreven waarin hij zei: dat kan allemaal wel waar zijn dat er een overwaardering in deze balans zat, maar dat is niet te wijten aan kwade trouw, maar aan optimisme waar nou eenmaal iedereen zich aan overgaf in de 20er jaren. En daarmee valt boze opzet niet te bewijzen. En daarmee was Kruller vrij. Daarbij moet ook wel meegenomen worden dat hij juist in die tijd in onderhandeling was met de Nederlandse regering, omdat het bedrijf helemaal gereorganiseerd was, om zowel het landgoed als de kunstcollectie, de mooie Van Gogh collectie die er toen al was, om die over te dragen aan de staat. Als je de balans opmaakt, dan zie je eigenlijk dat de geschiedenis zich steeds herhaalt, dat beleggers nooit wat leren. Je kunt Kruller hier wel de schuld van geven, maar beleggers zijn ook altijd heel gretig en willen ergens ook bedonderd worden. Maar de bredere balans is eigenlijk economisch gezien nog veel interessanter, want als je nou ziet wat beleggers verloren hebben in die tijd, dan heb ik uitgerekend in mijn boek dat er 85 miljoen gulden verloren is gegaan. Wat zou je nu, als je dat omrekent, zou dat nu ongeveer 700 miljoen euro zijn. Maar als je ziet wat landgoed en kunstcollectie nu waard zijn, dan praten we over een bedrag wat in de orde van grootte ligt van 5 miljard euro. Dus in die zin is de Nederlandse staat er heel veel beter van geworden.